Goedemorgen. Jullie zijn bij Lengersjouts en ik ben Hans Lengers en ik wil jullie graag de Ferretti 550 laten zien. Dit is de achtersteven van het schip van de Ferretti met een geïntegreerd zwemplateau. Dit is een hydraulisch high-low platform. Dit gaat hydraulisch naar beneden. En eventueel een bijbootje of een jetski kan daarmee makkelijk in het water worden gelaten. Vanuit het zwemplateau komen we hier in de kuip van het schip. Je ziet al gelijk de ruimte van de kuip. Een mooi breed schip met een grote bank over de hele breedte. De geïntegreerde trap naar boven toe. En hier hebben we de tafel die je twee keer zo groot kan maken. Aan de andere kant hetzelfde, waardoor je goed met 5-6 man in de kuip kan eten. Hier hebben we nog een zogenaamde crew cabin. Dat betekent dat eventueel als u een marinero mee wil nemen, kunt u hier slapen. Dus een toilet en een doucheruimte. Oftewel, meestal wordt het gebruikt als voorraadruimte. Hier hebben we nog een zogenaamde derde stuurstand. U kunt het schip boven en beneden besturen. Maar ook met het manoeuvreren, met achteruit inmeren in de lichtplaatsen, kunt u het schip hier heel goed bedienen. Zowel de motoren als de boeg en de hekschroef. Hier hebben we dus gaan we van de kuip de salon in met hier vooraan de keuken, wat erg gewild is. De keuken lekker dicht bij de kuip, hè, want hier leef je natuurlijk. Het is een mooie compacte keuken, alles erin, magnetron, kookplaat, veel kastruimte. Aan de overkant hebben we hier ook nog ruimte waar een extra koelkast zit. Dubbele koelkasten, hè, dus het drankje is wel gekoeld dan, denk ik. En ja, mooi met één opstapje, bijna gelijkvloers met de salon. Wat u opvalt ook als u in het schip zit, in de bank zit, dan kunt u heel goed naar buiten kijken. De raamlijn is lekker laag, waardoor je dus een echt panoramisch gevoel weer krijgt. Voor de rest hebben we hier dan de high-low televisie komt hieruit. Hier hebben we de stuurstand met de elektronische motorcontroles, met zowel Autotrol en EasyDock. Dat betekent dat u hem heel goed nauwkeurig kunt bedienen. Het slippen van de koppeling eigenlijk, als u dus wat langzaam moet varen. De instrumenten, dus de plotter, de instrumenten van de motoren, gegevens van de motoren. En dit is een multimedia, hier kunt u alles nog een extra dieptemeter of de radar. Het zijn allemaal aparte schermen, zijn allemaal met elkaar gekoppeld. Zowel analoog als digitale gegevens van de motor kunt u aflezen. Hier hebben we de boeg en de hekschroef. De automatische pilootbediening. Eigenlijk alles wat aan boord zit. De marifoon zit hier met het mooie schakelpaneel. De bediening van de airconditioning. En dan ook nog een automatische en elektrische schijnwerper. Dus kortom, een heel mooi compleet schip. Het is CE klasse A is het schip gebouwd. Dus erg zwaar en degelijk gebouwd. Hier hebben we de cabines, de slaapcabines van het schip. Een gasthut met twee enkele bedden. En een met badkamer en suite. En als je verder naar voren gaat, hebben we de VIP-cabine, de VIP-cabine met een vrijstandbed in het midden. En die gebruiken dezelfde badkamer. En dan midscheeps van het schip. Geeft dus het meeste comfort. Daar zit de eigenaarshut. Met ook een eigen toilet- en doucheruimte. Hier komen de eigenaarshut, midscheeps. Een mooi vrijstaand bed. De cabine heeft mooie grote ramen, wat ook weer een ruimtelijk effect geeft. Veel kastruimte en ook aansluitend een eigen toilet- en doucheruimte. Waardoor je dus gewoon het comfort nodig hebt wat een eigenaar wenst. Ook hieronder veel kastenruimte en nog een hele gezellige zit onder het grote raam. Als je 's ochtends even misschien e-mailtjes of een wilt checken. Hier staan we in de VIP-cabine met een mooi tweepersoons bed. En de grote ramen, waardoor er dus weer veel daglicht binnenkomt. Je ziet hier de leerelementen waarmee het schip is afgewerkt. Zowel in deze cabine als in de eigenaarscabine. Ook helemaal rondom de bedranden. Zorgt toch wel voor een hele fraaie uitvoering van het schip. Hier hebben we de Ferretti met de brede gangborden weer. He, is karakteriserend voor de Ferretti's. Heel goed is de voordek. De nieuwe schepen zijn allemaal erg goed benut. Een gezellige bank, die komt een tafel, wordt eruit geklapt. En het is eigenlijk een van de mooiste plekjes van de boot, die door veel scheepsbouwers worden vergeten. En hier heb je je comfort, je rust. Vaak is het achter de boot is het heel druk. En hier heb je gewoon je privacy. Kijk, lekker zonnedek en mooie dubbele banken. Dus hier kan je wel menig wijntje wegdrinken.
Hier op het voordek hebben we de toegang tot de ankerkluis en het elektrische ankerlier. Dus de ketting komt hier, wordt hier opgevangen en je kunt het met de hand bedienen en met een afstandsbediening kunt u de anker met de ketting laten vallen en, of elektrisch omhoog halen. Hier in de Kuip hebben we de toegang tot de machinekamer met twee Cummings motoren, 2 keer 715 pk, schroefasaandrijving. En hier zitten de generator, de airco en alle andere technische instrumenten zitten hier afgewerkt in verborgen. Hier hebben we de geïntegreerde trap naar boven toe, naar de Flying Bridge. De Flying Bridge is mooi ruim. De beugel zit er niet meer, die is vervangen door een lage mast, waardoor je dus veel meer effectieve ruimte overhoudt. Mooie grote teakhouten tafel. De stuurconsole met alles erop, ook weer de motorenbediening, de boeg- en dekschroef. En het digitale dashboard voor zowel de motoren, de radar als de plotter. Hier voor de stuur staat nog een lekker ruim zonnedek met de Bimini top. Als het te warm wordt, u ligt voor anker, kunt u lekker de Bimini opzetten. Mooi windscherm, ook allemaal zwaar uitgevoerd. Ja, kortom, een mooi compleet schip. Deze bank, de stuurbank, die kunt u ook dus weer gebruiken zodat de bank weer functioneel te gebruiken is. Heel doordacht en functioneel gebouwd schip. Hopelijk heeft u zo een beetje een idee gekregen van de Ferretti 550. Het schip ligt bij ons in Muiden te koop. De vraagprijs is 1.150.000 en de BTW is betaald. Heeft u interesse? Kom of mail en we hopen u graag te zien in Muiden.